We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 26 augustus. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zal het lokaal tijdelijk bewolkt en zal het droog weer een dominante rol vervullen. Aan het eind van de nacht zal zich plaatselijk nevel ontwikkelen in voornamelijk bosrijke gebieden. Morgen blijft het over het algemeen droog. Tijdens de morgenuren zal het tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden, terwijl in de late middag enkele perioden met lichte tot matige onweersbuien komen in voornamelijk het westen en zuiden van het land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 26 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.